Wat vinden jullie van onze huissalamanders? Een beetje inzoomen. Heerlijk in het zonnetje zitten de mannen. Heb jij zo'n mooie stok? Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Hoorden jullie dat? Is een hert. Je zag hem lopen. Blaffend hert. Hij is alweer weg. Dit begon ook. Zo jongens, we zijn bijna aan het einde van ons verblijf eventjes hier in Frankrijk. We hebben de nodige luitjes over de vloer gehad in verband met de aankomende verbouwing. Die verbouwing die zal waarschijnlijk op zijn snelste eind van dit jaar plaats gaan vinden. En dat betekent sloopwerkzaamheden, het inbouwen van een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en dat soort dingen allemaal. Indeling van het huis iets veranderen en vloerverwarming erin. Tegels eruit, nieuwe tegels erin. Dus dat is een heel gedoetje. En vermoedelijk wordt dat eind dit jaar in werking gezet. Ook in Frankrijk hebben ze het erg druk, de bouwvakkers, de artisans zoals ze dat hier noemen. En al met al ja, zal het wel wat tijd in beslag nemen. Nou, heeft niet veel zin om daarover te vloggen. En dus gaan we jullie weer verblijden met wat reisvlogjes. Nou, we zijn weer op pad met een voor ons onbekende overnachtingsplek. Dus ik ben benieuwd waar we uitkomen. Wow. Ik weet niet of dat kan. Kijk, maar dat is nou een parking ook. Ja, die vakken naast het kapelletje mag hier staan. Vakken naast het kapelletje? Of dat gras, denk ik. Ja, en zo was het gefilmd. Er stonden ook auto's en werd er geparkeerd. Ja, ik denk niet dat ik in het gras kan staan. Nee. Eerlijk gezegd. Nee. Niet wel? Nee. Ja, zo stond het, maar... Ja. Ja. Maar het is sowieso een leuke kapel om te zien. Ook al moeten we weg. Het lijkt wel, hè? Eens even ze komt zo naar achteren zetten. Ja. Nou, nee, dat. Nee, dat nee, daar ga je het gras in. Ja, nee, draai hem even. Het is onszelf weer moeilijk gemaakt. Ja, een stuk leeg. Nou ja, weet je, het was. Ik zag ze op de foto's op het gras staan. Ja, maar ja, dat gaat. Nee. Staan. Nou, zoals jullie gezien hebben, zijn we dus niet bij dat kapelletje gestrand. Nee. Waar we het op de heenweg bij Saint-Quentin over hebben gehad. Helaas, dat heb je wel eens, hè? Je moet soms eens iets uitproberen. Ja, we moesten een paar moeilijke manoeuvres uithalen om weer bij dat kapelletje weg te komen. Dat had misschien trouwens wel gekund als het niet rassig was geweest. Nee. Maar ja. Helaas. We staan nu bij het plaatsje. Ik dacht Bunny. Bunny. En ja, ik zag net een bordje van het dorpje. Het is niet Bani, maar Bané. Nog met een A ertussen. A-Y. Had ik even over het hoofd gezien. Yo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit gaat weer even smeren. Ik heb een kloof in mijn duimen. Dat heb ik altijd een bepaald deel van het jaar, het dip. Heb ik daar last van? En op een bepaalde leeftijd. Een bepaalde leeftijd. Ja jongens, je gaat kwaaltjes krijgen. 55 plus, dan krijg je dat.
Het is ongelooflijk pestweer. Ja. Kijk, nou is lekker de kaart weer aan het... Nog wat routetjes aan het uitzoeken. Want ook al gaan we weer een beetje terug, dan maken we er toch altijd wat moois van. Ja. We hebben heerlijk geslapen hier, bij een begraafplaats. Het zijn overigens altijd een van de beste plekken om te slapen. Aan het Loirekanaal. Ja, prachtig, langs een fietsroute hier. Dat, ja. Dat spreekt ons heel erg aan. En we hebben een keer gezegd van, joh, misschien moeten we eens vanuit Nederland naar ons huis toe fietsen. Ja, of vanaf ons huis, nieuwe huis, naar Santiago. Want de eerste helft hebben we al gedaan, tot aan Bordeaux ongeveer. En daar weer de route oppikken. Dat is ook leuk. Of, was ook nog een plan, met het hele kleine Fiatje. De hele route rijden met Tip. De hele route rijden met Tip. Ja, gewoon heel langzaam over al die kleine weggetjes. Dat is ook leuk. Dat lijkt ons is wat minder vermoeiend. En dat het lijkt ons de meest luie versie. Maar dan over al die, kijk, met zo'n Fiatje kan je overal rijden. Ja. Dus dat lijkt me fantastisch. Ja. Dus, maar hij is niet 4x4, hè? Waanzinnig veel te doen. Nee, hij is niet 4x4. Maar hij is altijd wel een boer die je ergens uittrekt, toch? Maar wat zeggen wij? We gaan de mooie routes uitstippelen voor vandaag. Ja, en, ondanks slechte weer gaan we toch mooi rijden. Ja. Hè? Mooie reisdag. Mooie reisdag. Tip, die heeft er ook echt zin in. Ja, misschien even concluderend de afgelopen tijd. We zijn niet zo lang natuurlijk in Frankrijk geweest, maar als het goed is hebben we eigenlijk wel onze doelen bereikt. Hè? Ja, zeker. We hebben, elektriciteit, telefoon, water, internet, water, kachel dan nu. Kachel. We hebben een man laten komen, een fixer noem ik het altijd maar. Dus een man in de middel, weet je wel, die stuurt allerlei luidjes aan. We hebben gezegd wat we voor de verbouwing willen in ons huis. Oh ja, die gaat misschien al offertes aanvragen. Die snapt het. Die weet precies wat we willen. Dus die komt, die hebben ook een sleutel van het huis. Dus die gaat inmeten en dat soort dingen. Ja, om offertes te kunnen maken. Ja. Maar ja. Eén ding is een feit, maar had je al verteld geloof ik, het gaat niet snel worden, want alle bouwvakkers hebben nu te druk. Prachtige omgeving, hè? Ik ga zo wel even vragen waar we zitten, Do. Kan het je niet vertellen. En, kijk, jullie zullen denken, waar is die Fiat gebleven? Ja, die staat gewoon in Frankrijk. Die laten we lekker staan. En de volgende keer kan ik wat rotzooi op die aanhanger gooien. Een wasmachine bijvoorbeeld en een droger of zoiets. In ieder geval, vond het zonde om heen en weer te rijden met het karretje. Het karretje op het karretje. Daar komt hij, jongens. Do weet precies waar we zijn. De ruïnes van Château Fer en Tardenois. Nou, zeggen ze dat niet mooi? Zoiets. Prachtig. En het is eigenlijk vlakbij de Chemin-de-Dam. Ja. Ook al vaker geweest natuurlijk. Blijven vanavond overnachten, Chemin-de-Dam. Hè? Zit het ten zuiden van de Laonne. Ja. Ik kan zeggen, joh, waarom blijf je hier niet staan? Ja, dat kan ook. Ja. Maar we zijn nog te vroeg, vinden we. Ja, en ik denk dat als het morgen zaterdag is en het zou mooi weer zijn, heb je hier wel veel bezoekers. Ja, maar je kan hier blijven overnachten hoor, denk ik. Goedemorgen. Wij staan eigenlijk op een soort geheim plekje, waar we al jaren komen. Zelf ontdekt. Zelf ontdekt, ik laat het zo even zien. En ik ga het ook niet vertellen waar het nou precies is. Want een of andere onverlaat heeft het alweer op Park for Night gezet. En dat is toch jammer. Want dan sta je er dadelijk niet meer alleen. Nou, tot nu toe hebben we er altijd alleen gestaan. En ik zal het even laten zien. Zo'n mooi plekje. En als je het herkent, zeg het dan niet. Hou het even voor jezelf. Komt-ie. Nou, dat is een heerlijk plekje, jongens. Echt zalig. Splitsing van twee kanalen. Nou, meer kan ik niet zeggen. En je staat er eigenlijk altijd alleen. Ja, dat is waar. Mooi hè? En zo ook vannacht. Het mooie van die plek is ook dat je heerlijk... Hier kan lopen. Heerlijk hier kan lopen. Langs het kanaaltje. Eén van de kanalen.
lift van Streepie Tjeu. Ga je met een boot in zo'n bak naar beneden. En dat was een prestigeproject van de Belgen. Ik weet niet precies wanneer. Maar het behoort inmiddels tot de grote nutteloze werken van België. Er wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Zo, we zijn weer beland in Ierseke. Ik kan het net zien. Achter de boerderijtjes of de huizen. Daar staan we. Het is altijd heerlijk om als we terugkomen uit Frankrijk eventjes hier te stoppen. Het is een camperplaats van niks. Je hebt er niks. Maar je kan wel lekker een visje eten. En daar doen we het voor natuurlijk. Hè. Wat ook altijd zo lekker is als we hier zijn, is het meestal zondag. En dat betekent zondag. Nee, je raadt het al. Dat is toch mooi, hè? Ja, ik vind het altijd wel leuk hoor, Ierseke. Je merkt dat het zondag is, want iedereen gaat op de fiets naar de kerk. Dat is toch ook altijd wel weer bijzonder om te zien. En je hebt er genoeg hier volgens mij. Oh, die kraaien willen dat hebben. Nou ja, ik zie het. Die willen dat voor de nestje. Ja. Dat dadelijk maar even voor ze neerleggen. Ja. Hey, opeens zoef als je wilt. Goedemiddag. Goedemiddag. In nou, Ierseke. We gaan jullie verlaten vanuit Ierseke. Heel lekker vanmiddag vis gegeten bij een zaakje aan de haven. Ja, hoe kan het ook anders? Ja, veel Belgen hier. Nou, jullie hebben het goed voor elkaar hoor, zeiden de buren. Goed vertegenwoordigd hier. Bourgondiërs. Ja, en plan de campagne is binnenkort zitten we weer in Frankrijk. Hebben we een plan? Nee, we hebben eigenlijk nooit een plan. Maar we gaan die camper weer vol stouwen met rotzooi. Ja. We hebben de Fiat natuurlijk achtergelaten. Dus ook de aanhanger is aan de beurt. Oh ja. En dat gaan jullie weer zien. Maar het zal nog even duren. Ja, niet heel snel. Tot die tijd moeten jullie maar... oude filmpjes kijken. Al die oude TDBL-vlogs, ja, zoals jullie hebben gezien. Tik er maar op, het zijn er best veel. Ja. Dus ik zou zeggen... Tot snel. Tot snel. Doei. Doei.